Sommige mensen vragen ons hoe kun je nou tegelijkertijd een vraag beantwoorden over hoe bouw ik, hoe ontwerp ik een turbine die 5 meter diameter is, waar 500 kilowatt doorgaat en waar tientallen tonnen kracht op komen. En aan de andere kant een klepje waar misschien 20 micron opening is en dat ontzettend nauwkeurig en heel klein is. Wij hebben eigenlijk twee grote groepen klanten. Wij werken aan de ene kant aan een stuk energietransformatie in water of thema's met water of vloeistoffen. Dus windturbines of schroeven of gedijde turbines, dat soort dingen. Dat is de helft van ons werk ongeveer. En de andere helft doen wij voor bedrijven in de voedingsmiddelen, technologie of farmacie, als het wat er tegenaan schurkt. Dus daar doen we allerlei aspecten van flows regelen, interne transportsystemen, aandrijvingen, slimme sorteersystemen, dat soort dingen. Nou, als je nu naar de Oosterscheldekering zou rijden, dan zie je, daar stroomt heel veel water bijvoorbeeld van de zoetwaterkant naar de zeekant met getijden. En daar staan nu een soort windturbines onder water. En wij hebben Tokardo geholpen die turbines te ontwerpen. We hebben een van de zwaarste licenties van ANSYS. Dus wij kunnen op mechanisch, elektrisch, vloeistofgebied en thermisch, kunnen wij heel erg nauwkeurig en heel erg volledig simuleren. Er zijn ook andere bedrijven die simuleren. Ik denk wat ons wel in ieder geval duidelijk stuk toegevoegde waarde is, is de balans die we hebben tussen aan de ene kant het simulatiewerk, wat we proberen heel praktisch te houden, en aan de andere kant het ontwerpstuk en de ontwerpcreativiteit. En de vraag van hoe wordt simulatie steeds belangrijker? Het antwoord is ja. Want het is altijd veel goedkoper om een extra simulatie te draaien, waarbij je een antwoord krijgt, blijft het vermoedelijk heel, dan een heel product bouwen en het maandenlang uit te gaan proberen en dan hopen of wachten van blijft die heel of gaat die stuk. Dus dat is de functie van simulatie.